allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is het begin van mijn vakantie. Yay, vakantie. En mittens wat de kast in. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen met de vlogs. Of ik gewoon nu zeg maar van vrijdag tot woensdag vlog en dan van woensdag tot zondag. Of hoe ik dat precies niet ga aanpakken. Of dat ik gewoon de hele week vlog, maar dan wordt het misschien wel heel lang. Dus ik moet nog even over nadenken, maar in ieder geval is dit het begin. En we beginnen met heel regenachtig weer in Nederland. En Sven en ik gaan zo even uit eten. Ik heb me al opgemaakt, want ik was echt doorweekt. Echt tot op mijn BH als ik drijf had geregend. Dus nou, ik ga, dus ik heb me even gedoucht, niet mijn haar gewassen, want dat vond ik zondag gezien nog steeds regent. Dus dat doe ik morgen. Maar even opgemaakt en dan ga ik nu even bedenken wat ik aandoe. En ik denk een jurkje. Ik twijfel een beetje, misschien dat ik ook wel dit broekpakje aandoe, want die vind ik ook wel heel leuk. Dus deze is een hele mooie open rug. Zo. Maar dat is altijd een beetje, als ik opzet is dat niet meer zo mooi. Of ik kan ook deze, vind ik ook wel heel leuk. Dit is een soort nep, misschien is het echt zo, dat weet ik niet. Jurkje met korte mouwen, kan ook wel leuk zijn. Zoals ze even aan Sven vragen. Of dit broekpakje, dat is ook wel heel leuk. Misschien dat deze het wordt. Ik ga het even aan Sven vragen. Dit is mijn outfit geworden. Het is een play suit van Mango. Love it. Met een soort, kan je niet echt zien. Misschien zo. Met een soort open rug. Dus alleen nog schoenen, maar die zijn nat geregend. Maar die trek ik gewoon weer aan. En dan gaan we uit eten. Lekker. We hebben mij en Sven's cameraman. Wat die past hier. Lekker. Eet smakelijk. Het volgende gerechtje. Ik heb iets voor chatta. Buikspek en haar in kuit. Mijn volgende menu. En die was wel. Het is zaterdag en het is al hartstikke laat. Tenminste hartstikke laat. Het is 3 uur. Ik heb vanmorgen gesport. Heb ik vanmorgen wel eens gezegd? Nee, volgens mij niet. Ik heb vanmorgen gesport. En daarna had ik wat andere dingen. En nu ben ik thuis. Sven die is... haakje. Sven die is, hij heeft iets met zijn werk. Een soort festival. Nou, het komt echt met bakken uit de lucht. Ik ben... Hey, Miepie. Ja. Ik ben... flink nat geregend ook. Omdat ik mijn haar even zo op. Ik had het sowieso al niet gewassen, want ik dacht al... Ik wist dat ik een stuk moest gaan fietsen. Dus ik dacht al, ik ga niet eens moeite nemen. Ik was het vanavond wel of zo. Of morgen, whatever. Maar op de terugweg was het droog en de zon scheen. Ik dacht, yes. En toen vertrok Sven ook. Dus ik denk, nou, dan heeft hij toch geluk. Maar het komt echt met bakken uit. Het onweerde net ook keihard. Maar Mits en ik zijn home alone. En wij gaan inpakken en Mittens. Mits is natuurlijk niet echt blij met dat concept. Ga je de camera opeten? Ga jij de camera opeten, kleine poepie? Kleine poepert. Oh, kijk uit voor de panty, hè. Oh, you're the cutest, Mits. The cutest. The cutest petutest. Want Niels is nog bij mijn schoonouders. Ja. We hebben trouwens heerlijk gegeten gisteren. Ik weet helemaal niet of ik nog iets gefilmd heb. Volgens mij niet. Heerlijk gegeten bij Piatto. Wittend. Pluis. Maar ik ga dus nu beginnen met inpakken. En het is op zich wel lekker. Want dan ga je al mijn korte broekjes inpakken. En het komt hier mijn bak uit de lucht. Oh, prinses. Oude haarbal, hè. Sven heeft al een beetje wat ingepakt. Ik heb ook al wel wat klaar liggen. Maar ik moet nu echt een flinke slag gaan maken. En dat hoop ik eigenlijk. Ik ben heel traag met inpakken. Dat is gewoon een soort proces bij mij. En ik heb er ook gewoon de tijd voor nodig. Dat vind ik ook niet erg. Ik vind het ook leuk om te doen. Maar ik wil gewoon... Ben ik wel scherp? Ik wil het gewoon eigenlijk vandaag het grootste gedeelte af hebben.
Het is zaterdag en we vertrekken pas maandag. Maar dan is het gewoon lekker gedaan als Niels terug is. Oh, middens je verhaard. Dat moet je even borstelen. Ga ik zo even doen. En ik zal nog even, want ik had natuurlijk een winactie in de vlog van vorige week. Maar voor degenen die het niet gezien hebben. Ik heb een winactie voor zo'n, nou dit is een op canvas een wereldkaart. En het is van wereldkaarten.nl en die hebben echt superleuke wereldkaarten. En ik mocht er eentje uitzoeken en ik mag er eentje weggeven. Dat wil zeggen, ik mag een waardebon ter waarde van 50 euro weggeven. En dan mag je zelf een wereldkaart uitzoeken. Nou, als je benieuwd bent naar alle informatie, dat is in de vlog van vorige week gekomen. En nou, ze hebben zeg maar kinderkaarten, maar ook gewoon kaarten voor volwassenen voor in je huis. Onder andere een hele gave rosé gouden die ik wel heel tof vond. Maar dat kreeg ik bij Sven helaas niet in. Maar deze voor Niels is natuurlijk super leuk. En Niels is gek op dieren en zo. Dus nou, hier zijn alle werelddelen op en allerlei beestjes. Dus als je benieuwd bent nou, hoe je mee kan doen en zo. In ieder geval vooral laat een comment achter dat je wil winnen. Maar het makkelijkste is voor mij natuurlijk om dat onder die video te doen van vorige week. Maar ik denk als je het hier doet kom ik ook nog wel uit. En nou ja, doe dat vooral voor 30 september en dan zoek ik een winnares uit. En wie weet krijg jij dan wel die waardebon. Dus dat. En dan ga ik nu inpakken. Beginnen ergens. Nou, ik ben lekker bezig. Hier heb ik eigenlijk al mijn kleren in zitten voor 2 weken. Vind ik wel zo knap voor mezelf. Jurkjes, shirtjes, een trui, vestjes. Want ik weet niet, misschien koelt het 's avonds af. Hemdjes, nou, allemaal dat soort dingen. Dan heb ik hier nou ja, onderbroeken en sokken en zo. En dan heb ik hier nog sportkleding in, pyjama, hoe heet dat? Zo, kom maar lekker uit hoor. Jurkjes voor het zwembad en BH, geloof ik. Ja, dus sportkleding, ook een beetje chillkleding. Jurkjes zeg maar voor over mijn badpak, een bikini en dan een BH. Of BH's. Ja, dus dat. Daar ben ik best wel trots op, eigenlijk. Dit zijn de schoenen die ik meeneem. Mijn Nikes, want die kan ik ook mee sporten. Die doe ik in het vliegtuig aan, denk ik. En dan witte gympjes, because I love them. En dit zijn dan, zeg maar, mijn hakken die ik meeneem. Want ik neem eigenlijk altijd deze mee, omdat die gewoon overal bij passen. En, oh, die zie ik even niet liggen, maar mijn slippers. En dan in de kamer van Niels ben ik bezig met Niels' spulletjes. En dan heb ik eigenlijk hierin al zijn kleding en een slaapzakje en zo. Nou, hier slippertjes en een petje. En dan heb ik hier de dingetjes voor onderweg. Dus ik heb een extra setje kleding. De kleding die hij aandoet. Ik heb nu een trui, maar ik denk dat ik die misschien weg doe. Nee, die trui gaat even zo. De trui gaat gewoon in. Koffer, want ik doe natuurlijk ook nog een jasje aan. Zijn knuffeltje. En ik heb ook een slaapzakje mee. Ik weet niet waarom, het leek me praktisch. En zo'n reisverpakkingje toeten, poetsers en wat eten en zo. Moet ik allemaal nog verdelen. Nou, paspoorten, mijn slippers heb ik hier liggen. Ik heb hier nog schoentjes met een zonnebrilletjes erin. Maar ik denk dat hij deze aan, dus dan leg ik dit even ergens anders neer. En dan heb ik hier dus allemaal van die cadeautjes voor onderweg. Heen en terug. Dus ik ga gestaag. Ik heb ook geen haast. Ik heb ondertussen wasjes gedraaid, 3 wasjes. En ik ga nu even kijken welke zonnebrillen ik meeneem. Mittens die dartelt om me heen, die voelt de bel hangen. Dan ga ik... nee, dit is dan nooit zoveel werk. Het grootste werk is altijd zeg maar al die los dingen. Zonnebrand. Nou, we nemen altijd wel iets van spelletjes mee. Medicijnen en pleisters en dat soort dingen. Allemaal van die random dingen, dat kost altijd het meeste tijd. Ik ga nog even wat boeken op mijn e-reader zetten die ik nog heb en die ik er graag wil lezen. Ik ga ook nog even een boek bestellen bij Bol die ik ook nog wil. Dus ja, dat soort dingetjes. Het is echt heel fijn dat ik dit nu even in alle rust kan doen. Het is geloof ik 1:05 uur, dus nou ja, ik ben nu 2 uur bezig met ondertussen wassen en ik ook ondertussen nog met filmpjes aan het uploaden en doen. En, dus eigenlijk rustig aan. Mijn toilet is ook al klaar. Tenminste, alles wat ik nog niet of wat ik nog moet gebruiken natuurlijk niet. Maar ja. En dan ga ik straks gewoon lekker eten. En dan ga ik op de bank zitten met een filmpje of zo. Waarom ook niet?
Ik zit inmiddels lekker op de bank in het volle licht. Moet dat? Ik had het aangedaan omdat ik iets aan het uitzoeken was. En dan had ik even licht bij nodig. Maar dat kan ik op zich wel weer uitdoen. Ik heb heerlijk in bad gezeten. Ik heb ook schoongemaakt in de badkamer. Ik heb aan de site gezeten. Dat is nu bijna helemaal klaar. Maar dat zal ik zo nog even vertellen. En ik zat in bad het magazine, nieuwe magazine van de Bijenkorf te lezen. En toen las ik. De Bijenkorf Utrecht Beauty. De Bijenkorf Utrecht opent 13 september de vernieuwde luxe beauty afdeling. Op maar liefst 1100 vierkante meter is onder andere de nagelbar van Soap aanwezig. En merken als Kiehl's, Charlotte Tilbury en bij de Bijenkorf de nieuwste cosmetica merk Nars. Oh, Nars komt ook naar Utrecht. Yes. Dus, dat vond ik een mooi bericht, dat wil ik even delen. En als jullie dit zien, dan is het dus al geopend. Zeg maar die beauty afdeling. Dus nou ja, daar ga ik direct na mijn vakantie naartoe. En dat is meteen een mooi bruggetje naar mijn volgende plan. Want ik zat vooruit te werken en toen dacht ik ineens, wij komen op zondag terug van vakantie. En normaal gesproken komt op zondagochtend om 6 uur een vlog online. Maar dan zou ik alleen maar voor die vlog mijn laptop mee moeten nemen. En dat vind ik wel een beetje overdreven. Dus ik had bedacht, ik vlog dit weekend nog normaal. Want wij gaan maandag gaan wij weg. Dus ik kan dan maandag mijn weekendvlog nog bewerken. Dus deze vlog die je nu zit te kijken. Die kan ik dan nog uploaden. En dan zie je dus volgende week zie je de, zeg maar, een hele week vakantie. Die week daarna zie je nog een hele week vakantie. En dan ga ik weer door het normale stramien. Want ik dacht anders dan vlog ik, zeg maar, nu bijvoorbeeld tot woensdag. En dat is natuurlijk wel net iets leukere vlog, want dan begin ik al op vakantie en zo. Alleen, dan komt hij een week later online, omdat ik dat gewoon niet ga redden. En dat vond ik dan ook weer stom. Dus ik ga dit weekend gewoon normaal vloggen. Is een beetje een saaie vlog, want nou ja, ik ben gewoon vooral aan het inpakken en zo. Maar nou ja, dan is er daarna gewoon lekker een hele lange vakantievlog van een hele week. En dan hoef ik mijn laptop niet mee te nemen. Ja, ik moet ook aan andere dingen denken. Dus dat. Oké. Troubles in paradise. Oh, mittens. Zit je tegen mijn hand te beuken? Het is inmiddels, geen idee, 11:30, 12:00 zoiets. Ik heb nog steeds veel te veel licht aan staan, maar dat negeer ik gewoon eventjes. En mijn laptoplader doet het niet meer. De accu doet niks meer, dus hij laat mijn laptop niet meer op. En dat is, zeg maar, een beetje een probleempje. Want ik zit natuurlijk net heel leuk te vertellen dat ik dan, zeg maar, dit weekend een vlog maak en dan ga bewerken en dan komt het allemaal goed. Maar dan komt het dus niet. Hij doet echt helemaal niks meer. Ik ga morgen nog, ik heb net al gezocht, maar ik kan hem niet vinden. Ik heb nog een oude lader en die is ook stuk. Maar ik dacht misschien als ik onderdelen van beide combineer dat het nog iets gaat doen. Zo irritant. Ik heb inmiddels een lader besteld en er stond voor 6 uur besteld morgen in huis. En toen dacht ik, nou ja, goed, dan is hij. Vandaag snap ik dat ik niet voor 6 uur bestel, maar ik denk, dan is hij er in ieder geval maandag. Maar dat was dus niet waar. En daar had ik hem op geselecteerd, want ik dacht, dat is het enige wat mij interesseert nu, is dat ik gewoon maandag die lader in huis heb. Maar goed, toen had ik al besteld. Dus die komt dinsdag. En dan ben ik weg. Super irritant. Dus dit zijn echt van die dingen. Waarom gebeurt dit vlak voordat je de vakantie gaat? Ik bedoel, any other time. Weet je wel, het is echt. Ja, ik weet niet. Het sucks. Maar goed, het is wat het is. En het lastige is ook, kijk, alle andere dingen. Ik bedoel, Sven heeft ook een laptop. Alleen, ik bewerk mijn filmpjes natuurlijk in een programma. En dat heb ik niet, dat, bedoel, dat is een duur programma. Dat heb ik niet zomaar op elke laptop staan. Dus ja. Ik weet nog niet hoe ik dat ga aanpakken. Morgen komt gelukkig mijn schoonvader. Die is wel handig met dit soort dingen. Dus misschien dat hij nog iets kan doen. Maar ik denk dat gewoon dat snoertje kapot is. En dat is al een keer eerder gebeurd. En mijn laptop is op zich ook wel een beetje toe aan vervanging. Maar nee, daar ga ik nog helemaal niet aan beginnen nu. Maar goed, dus
Ja, ik weet nog niet of er op tijd volgende week een vlog online komt. Maar misschien dat ik daar morgen weer een nieuwe update over heb. Inmiddels denk ik dat ik wel gewoon lekker op bed ga liggen. Ik heb nog wel, toen mijn laptop het nog wel deed, heb ik nog e-book van Anna Nushin gekocht. On top, dat wilde ik nog steeds lezen. Of on top. Ja, nou ja, dit is dus even balen. Dat vind ik echt wel even irritant. Maar laat de pret niet drukken. Ik ga gewoon lekker naar bed. Ik zie er ook niet meer uit. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen deze morgen. Het is 8:30. Ik ben net wakker. En ik ben nu op Sven's oude laptop aan het kijken of ik een soort free trial version of zoiets. Foto van Niels. Of ik een soort free trial version of zoiets kan krijgen. In de hoop dat ik dan in ieder geval in een soort, 30-day trial of zo, dat ik dan in ieder geval mijn filmpje kan bewerken. Maar goed, dat lukt nog niet helemaal. Dus daar ben ik even mee bezig. Dat is eigenlijk mijn missie hier nu van de dag geworden. Ik ga ook maar even ontbijten. Ik wil eigenlijk zo nog even een HIIT workout doen. Ik wil het eigenlijk voor het ontbijt doen, maar ik vond dit even net even iets belangrijker. Ja, nou ja, goed. Dus dat. En dan ga ik zo verder met inpakken en zo. Want daar ben ik daarna ook niet meer mee bezig geweest. Maar het is goed, hè? Een mooi soort raar vlechtje en een beetje losse plukken. Heel erg nodig gewassen worden. Change of plans. Ik heb eigenlijk best heel erg veel spierpijn van gisteren. Ik heb 2 keer heel ver gefietst. En ik heb natuurlijk 's ochtends gesport. Dat had ik ook nog even wat armen en benen en zo daarna nog gedaan na zeg maar de Zumba. Dus ik heb eigenlijk best wel spierpijn. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn yoga oefeningen doen voor de rectus diastase. Voor wie niet weet wat het is, mijn buikspieren zijn na de zwangerschap niet meer bij elkaar gekomen. En daar valt niet zoveel aan te doen. Maar je hebt wel oefeningen die het in ieder geval wat verbeteren. En die ben ik nu aan het doen. Dus ik dacht, dan ga ik die gewoon nu doen. Dat is een ander soort sport, maar echt puur gefocust om die buikspieren wat dichter bij elkaar te krijgen. Dus dat ga ik nu doen. Nou, het is gelukt. Ik heb een soort tijdelijke versie, dus ik hoop dat dat gaat werken. Maar mijn beste vriendje appte net dat hij in de buurt van Utrecht is, dus of we even een vroege lunch gaan doen om 11:15. Dus nou ja, dat is over een kwartiertje. Dus dat leek mij een heel goed idee. Ik zal even mijn outfit laten zien. Deze trui, volgens mij van de Hennes. En deze broek is van Mango. En dan doe ik zo meteen iets van laarsjes aan. Ik weet niet zo goed. Ik doe denk ik geen jas aan of zo. Het ziet er op zich nu zonnig uit. Dus ik denk dat het kan. Ik heb geen idee. En ik heb gewoon het grootste gedeelte van de spullen klaar liggen. Moet ik alleen nog in koffers doen. En dan echt even nog gaan kijken of het allemaal gaat passen. En zoals het nu uitziet wel. Maar dat hangt even een beetje vanaf hoeveel kleding Sven meeneemt. Want Sven is natuurlijk wel by far de langste van de groep. Dus zijn kleding is ook het grootst. Wat ik al zei, ik heb nu echt een heel klein, voor mijn doen, heel klein zakje kleding. Maar Sven neemt ook zijn wielerspullen mee. Dus ook schoenen en een helm en zo. Dus we moeten even gaan kijken. Maar voor nu ben ik best wel trots op mezelf. En dan ga ik dus, ga ik vanmiddag of vanavond nog even aan het filmpje werken. Straks komen mijn schoonouders met Niels. Jee, Niels Thijs. En dan gaan we even eten bij de pizzeria. En ik heb nu alles op Niels' kamer liggen. Dus ik wil het straks wel in de koffer doen voordat Niels komt, zeg maar. En dan in het hok zetten. Ik wil dat middens er zo min mogelijk last van heeft, zeg maar. Dus ik ga lunchen. Ik heb net even gezellig geluncht met mijn beste vriendje en zijn vriendinnetje. Die werkt voor L'Oréal en die neemt soms wat voor mij mee. Dus dat was echt heel leuk. Ik heb de Maybelline Superstay Matte Ink. Ik zal hem ook even opdoen. Dit is de kleur 15 Lover. Ik zal hem zo even opsmeren. En de L'Oréal Mega Volume Miss Baby Doll. En dat is mascara en hij ziet er echt heel leuk uit. Even kijken of ik het kan laten zien. Kijk, een heel fascinerend... Ik kan mijn hand er nu niet voor houden, want ik hou de camera vast. Maar een heel fascinerend... ronddraaiend borsteltje of gedraaid borsteltje. Dan zal ik even de lipkleur opdoen. Hele mooie, een beetje paarsroze kleur. En dus super mat. Maar hij voelt zeg maar wel prettig aan. Ik denk dat hij heel lang blijft zitten. Ik weet niet of dat er ook op staat. Maar
Een superstee. Zo, goedemorgen heb ik net voorgelezen. Maar ja, hij voelt wel goed. Dus dit, echt super lief. En ik heb mijn favoriete parfum. Dit is La Vie Belle van Lancôme heb ik opgemaakt. Love it. En ik heb een nieuwe gekocht. Want ik dacht, anders kan ik hem niet meenemen op vakantie. Maar dan heb ik hem wel in zo'n klein dingetje gedaan. Zo'n soort reisparfum spreetje. Mits, die wordt allemaal een beetje onrustig van. Hey, Mittens. Dat was net al hier in de koffer gaan liggen. Ja. We komen gewoon weer thuis voor Mittens. Kom maar. Nou, inmiddels is bijna alles ingepakt. Alleen nog mijn handbagage, koffertje. En dan... En dan gewoon alle laatste spulletjes, zeg maar de toilettassen en dat soort dingen. De grote toilettassen gaan nog in de grote koffer. En dan neem ik mijn make-up tasje zeg maar de luiertas van de luier etui van Niels in de handbagage mee. Ik begreep dat je alleen de bare necessities, zeg maar, van je kindje mag je nog los doen. Dus ik heb een rugzak waar ik gewoon het luier etui in doe en... wat eten en drinken voor hem voor onderweg en een schoon setje kleren voor het geval dat hij in zijn roept, dat soort dingetjes. Dus dat doe ik dan in een losse rugzak en de rest staat allemaal gewoon in onze koffers. En het lijkt op te gaan passen. Ik moet nog even gaan wegen, want ik denk dat deze best wel zwaar is, de grote koffer. Maar ik kan natuurlijk gewoon kilo's bij boeken. Ik begreep dat het tot 5 uur van tevoren kan, dus maar goed, ik ga dat gewoon straks gooi ik nu even de toilettassen erin voor het idee. Die zijn praktisch helemaal vol, dus dan weet je ongeveer wat het gaat wegen. Dit is mijn set aan het doen, met die elastieken aan het spelen. En ik heb gewoon overal los zwemluiers en gewone luiers. Vooral zwemluiers heb ik overal los een beetje ingelegd. En dan een paar luiers voor het begin. Kijk, hier heb ik gewoon een klein setje luiers. En hier heb ik dan gewoon allemaal losse zwemluiers die overal ook gewoon een beetje tussen zitten. Ook als een soort van... Ik heb ze daar bijvoorbeeld aan de rand komen ze te liggen waar mijn... hoe heet het? Komt. Mijn toilettas. Een soort dempers. En ja. En hier heb ik ze ook in de handbagage. Verspreid die dingen gewoon over. Het weegt natuurlijk niks. Maar het is wel handig om wat bij te hebben. Zeker die zwemluiers. En Niels komt denk ik zo thuis. Het is nu 3 uur. Nou nee. Ik denk dat, dat ze nu ongeveer gaan rijden. Dus ik denk dat ze over een 3 kwartier of zo er zijn. Dus dan heb ik dit mooi klaar. Timing. Ja, we hebben lekker een pizza. Niels heeft een mooie pizza. Ik heb een heerlijk maskertje opgedaan. En... ik zit nu klaar om dit filmpje te gaan bewerken wat je nu zit te kijken. Dus ik ga de vlog afsluiten. En dan neem ik jullie morgen mee op vakantie. Maar dan ga ik nu nog eventjes deze video bewerken. En dan kan ik die nog online zetten. Ik doe het op een andere pc en met een ander programma. Dus dat wordt nog even een uitdaging. Maar dan komt hij in ieder geval, als het goed is, als het allemaal lukt, online. En dan komen hierna komt... een vakantievlog. Jee. Wij hebben er zin in. Doeg.